Vandaag gaan we sushi bereiden. We beginnen met de rijst. Daar gaan we 3 soorten sushi mee rollen. Rijst is cruciaal voor een goede sushi. Een beginnend sushi-kok moet minimaal 1 jaar rijst koken voordat hij mag rollen. Rijst is sowieso heel belangrijk in Japan. Vroeger was het zelfs een betaalmiddel. En bereiding van sushi lijkt moeilijker dan het is, maar je moet er wel de tijd voor nemen. Doe 500 gram rijst in een zeef en spoel onder stromend koud water af tot het water bijna niet meer wit kleurt. Houd de rijstkorrels daarbij continu in beweging. In Japan spoelen ze het liefst tot het water helemaal helder is, maar je spoelt ook smaak weg, dus we kiezen voor de middenweg. Doe de rijst in een kookpan met een dikke bodem. Laat 10 minuten staan om de rijst wat water op te laten nemen. Schenk 600 ml koud water bij de rijst. Gebruik voor het koken van rijst een pan met een dikke bodem. Dat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte. Doe de deksel op de pan en laat 2 minuten op hoog vuur koken. Zet vervolgens het vuur middelhoog en kook 5 minuten. Zet dan het vuur laag en kook nog eens 12 minuten. Zet nu het vuur uit. Neem de deksel van de pan en leg een schone theedoek over de pan. En leg daarna de deksel er weer bovenop. De theedoek voorkomt dat de condens op de rijst drupt. Laat de rijst 15 minuten staan. Deze manier van bereiden zorgt ervoor dat de rijstkorrel geleidelijk tot de kern gaar stoomt. Verwarm ondertussen 6 eetlepels rijstazijn, 4 theelepels suiker en 2 theelepels zout. Roer dit tot de suiker en het zout zijn opgelost. Laat afkoelen tot kamertemperatuur. Schep de rijst voorzichtig met een platte houten lepel of een spatel in een lage houten schaal. Dit noemen we een hangiri. De schaal mag ook van plastic, aardewerk of glas zijn, maar zeker niet van metaal. Dit kan in combinatie met de azijn een metaalsmaak aan de rijst geven. Sprenkel de dressing erover. En schep voorzichtig om zonder de rijst te kneuzen. Wuif de rijst al omscheppend met een waaier. Als je nou geen waaier hebt, kun je natuurlijk ook een krant of een tijdschrift gebruiken, zoals de allerhande. Door het scheppen en het waaieren krijgt de rijst een mooie glans. Bovendien koelt de rijst sneller en gelijkmatiger af. Snel afkoelen is belangrijk voor de gewenste consistentie. Zacht, maar toch stevig. Je moet sushi-rijst direct verwerken. Je kunt het namelijk niet lang bewaren. Met deze hoeveelheid rijst kun je circa 30 stuk sushi maken. We maken 3 soorten sushi. Norimaki sushi, rolletjes nori, dat zijn blaadjes zeewier gevuld met vis, groente of ei. De inside-out roll, oftewel urumaki sushi, de binnenste buitengekeerde sushi. En temaki sushi, een puntzakje van nori, beter bekend als de hand roll. In deze variant gaan we met de rijst die we zojuist gekookt hebben, maki sushi rollen. We vullen ze met rauwe zalm. Maar je kunt het met vele soorten rauwe vis vullen. Eet je liever geen rauwe vis, dan kun je ook tonijn uit blik of gestoomde makreel gebruiken. Gekookte garnalen en krabsticks lenen zich ook goed om maki sushi mee te vullen. Of groenten. Denk aan komkommer, wortel, shiitake, tuinkers, avocado en paprika. Je kunt ook verschillende ingrediënten met elkaar combineren, zoals krab met avocado en tuinkers. Snijd 100 gram zalm in repen van 1 centimeter breed. Met een onscherp mes of een kartelmes kun je de vis niet goed snijden. De vis wordt dan rafelig. Vis speelt in Japan een bijna net zo belangrijke rol als rijst. Voor goede sushi is het van belang dat de vis van goede kwaliteit is en zo vers dat het nog minimaal 2 dagen houdbaar is. Anders is de vis qua smaak niet optimaal voor sushi. Verse vis ruikt nauwelijks naar vis, eerder naar de zee. Je kunt de nori-vellen even kort roosteren. Dit is niet per se nodig, maar geeft wel extra smaak aan de nori en zorgt ervoor dat het lekker crispy blijft. Zet de afzuigkap uit, in verband met mogelijk brandgevaar. Zwaai de nori een paar seconden met de glanzende kant boven het gasfornuis.
Wikkel het bamboematje in verzaadfolie. Dit voorkomt dat de nori of de rijst aan het matje blijft plakken. Door het folie rolt het ook beter en het matje blijft bovendien schoon. Leg het norivel met de glanzende zijde naar beneden op het bamboematje. Verdeel 2/3 van het vel met een laag rijst. Laat ongeveer 2 centimeter aan de bovenzijde vrij. Als je dat met vochtige handen doet, blijft de rijst niet aan je handen plakken. Leg een strook zalm midden op de rijst. En rol met behulp van het bamboematje van onder naar boven strak op. Doe het wel voorzichtig en zorg dat de nori niet breekt. Plak indien nodig de nori vast met een klein beetje water. Door de sushi alleen met zalm te vullen krijg je dunne rolletjes. Maar je kunt de rollen ook met andere of meerdere ingrediënten vullen zoals komkommer, omelet, avocado en krabsticks. Snij voor zover mogelijk ook in lange, dunne repen. Stap 4. Leg één rol op de snijplank. Houd een scherp mes onder de hete kraan en snijd de rol eerst doormidden. Maak het mes telkens tussendoor schoon en houd het opnieuw onder de hete kraan. Snijd de twee helften in 3 gelijke stukjes. Serveer de maki sushi met sojasaus, wasabi en ingelegde gember. Zo rol je maki sushi. De tweede variant die we gaan maken is de urumaki sushi, ook wel inside-out roll genoemd. We vullen het met tonijn, komkommer en sesam. De inside-out roll is ontstaan in de Verenigde Staten. Amerikanen zouden niet zo van de structuur van nori houden. Waarop een Japanse sushi-chef in Californië had bedacht, als ik nou de nori aan de binnenkant rol en de rijst aan de buitenkant, dan vinden ze het misschien wel lekker. En dat bleek inderdaad zo. Niet alleen in de VS, maar ook in Europa en Tokio is de inside-out roll razend populair. We gebruiken voor de inside-out roll dezelfde hoeveelheid rijst die we in het basisfilmpje hebben bereid. Snijd de tonijn in repen van 1 cm breed. Halveer de komkommer in de lengte. Verwijder de zaadlijsten met een theelepel. Snijd het vruchtvlees over de lengte in 4 lange repen. Knip 3 geroosterde norivellen doormidden en leg een half vel in de breedte met de gladde kant naar beneden op het met vershoutfolie omwikkelde matje. Verdeel er een laagje rijst over, maar bedek dit keer alle nori. Bestrooi met sesamzaad. Druk aan en keer om zodat de nori boven ligt. Het is lekker om het sesamzaad van tevoren even kort te roosteren. Doe dat in een koekenpan met anti-aanbaklaag zonder olie of boter. Rooster het in zo'n 3 minuten goudbruin en laat het afkoelen op een bord, niet in de pan. Leg een reep komkommer op de nori en leg de reepjes tonijn ernaast. Rol op met het matje, oftewel de makizu. Duw het mooi rond met je handen. Snijd de rol weer eerst met een vochtig mes doormidden. Leg ze tegen elkaar en snijd de 2 rollen tegelijkertijd in 3 stukken. En maak nog 5 rollen. Traditioneel wordt de urumaki in 6 stukjes gepresenteerd, waarbij de uiteinden van de roll in het midden worden geplaatst. Zo maak je een inside-out roll. We gaan nog een derde variant maken, temaki sushi. Beter bekend als de hand roll. Een echte tsu, een sushi-kenner, zal zich minder snel aan deze variant wagen, want ook dit is een Amerikaanse uitvinding. Uiteraard wel bedacht door Japanse sushi-chefs. Temaki rolls hoef je ook niet met stokjes te eten. Eet ze wel zo snel mogelijk op nadat je ze gemaakt hebt, want de nori wordt snel slap. We maken de California hand roll. De verwijzing naar California slaat op de ingrediënten van avocado, mayonaise en krabsticks. We gebruiken voor de temaki slechts de helft van de rijst uit het basisrecept. Stap 1. Schil de avocado en snijd het vruchtvlees in de lengte in repen. Knip de geroosterde norivellen doormidden. Leg een half vel met de lange kant naar je toe. Bedek de rechterhelft van het norivel met een laag rijst van 1 cm dik. Leg diagonaal 1 plakje avocado, 1 krabstick, 1 plukje tuinkers en 1 theelepel mayonaise op de rijst. Vouw de nori met de rijst over de vulling en rol verder op als een puntzakje. Serveer met wasabi, ingelegde gember en sojasaus. En drink de groene thee bij. Sake wordt alleen vooraf gedronken.
Vroeger bepaalde de sushi-chef hoeveel wasabi erin, erop of tussen de sushi ging. Tegenwoordig wordt wasabi er apart bij geserveerd, zodat je de hoeveelheid wasabi naar eigen smaak kunt bepalen. En zo maak je een temaki sushi, oftewel een handroll